Dames en heren, welkom bij de wedstrijd tussen Valken 68 en Sportlust 46. Een wedstrijd waarin Sportlust zal moeten winnen om aan te blijven haken bij de bovenste plaatsen. Tevens vandaag de wedstrijd Zwift tegen Delta Sport. Maar goed, u kijkt nu naar de wedstrijd Valken 68 tegen Sportlust 46 in het winderige Valkenburg. Scheidsrechter Switzer heeft voor de aftrap gefloten en Valken is bezig met een aanval. Sportlust staat goed. Sportlust nog zonder de geblesseerde Freek van Driel en zonder de geblesseerde Kevin Blonk. In de spits Nick van Baren. Een corner voor Valken. De bal wordt in de doelmond gepompt waar Van Jaarsveld ten oude nood de bal bij de lat kan weghalen. Maar Valken blijft gevaarlijk. Maar keeper Fabian van Jaarsveld plukt de bal eenvoudig op. Sportlust iets aanvallender ingesteld vandaag. Zal ze niet over zich heen laten lopen hier en zal uiteraard de drie punten mee naar Woerden willen nemen. Een vrije trap van Robin Deemeyer. Zal ongetwijfeld in de doelmond terechtkomen. Deemeyer neemt zijn aanloop. En de bal gaat voorlangs, waar Maarten Siermans als gevaarlijke stormram mee naar voren was gegaan. Martijn Jansen verspeelt de bal op middenveld. Krijgt de bal terug, maar geeft een slordige paas, waardoor Valken kan uitverdedigen. Vierde gevaarlijke rechtsbuiten, maar zijn schot belandt naast het doel van Jaarsveld. Valken 68, een stabiele middenmotor, maar Sportlust heeft in de thuiswedstrijd ontzettend veel moeite met zich gehad. Dus de tegenstander mag niet te onderschatten zijn. Wederom een hoekschop voor Valken. Wordt in de doelmond gepompt. Maar de bal voorlangs gaat. Maar het gevaar is nog niet geweken. En uiteindelijk is het een prooi voor Van Jaarsveld. Een hoekschop door Robin Deemeyer. Zal ongetwijfeld bij de eerste paal komen. En daar staat Maarten Siermans. Wederom de stormram. Maar ditmaal heeft hij geen geluk. De keeper van de Valken verovert de bal. Dan een wissel. Joran Uiterboog, het geblesseerd aan zijn lies, wordt vervangen door Mits van der List. Een aanvaller voor een middenvelder. Getuigd van de offensieve bedoelingen van trainer Richard Middelkamp. Rory Verhoeven. Pompt de bal in de doelmond, waar Nick van Baren de bal net naast kopt. Wederom een hoekschop door Robin Deemeyer. Deemeyer neemt zijn aanloop. En daar staat Maarten Siermans. Ditmaal is het wel raak. En de voorstopper van Sportlust kopt de 0-1 binnen voor Sportlust. Een hoekschop van Robin Deemeyer bij de eerste paal. En daar was het Maarten Siermans die de 0-1 binnen kopt. Een goede opsteker voor Sportlust in het winderige Valkenburg. De tweede helft is uit. Een aanval via Valken over de rechterkant. Waarvan Jaarsveld, dat ging ook maar net goed. Waarvan Jaarsveld de bal plukt voor de instormende spits van Valken. Martijn Jansen met de vrije trap. Pompt de bal in de 16. Nick van Baren schiet op het doel, maar de keeper brengt redding. Maar daar is als een duveltje in het doosje. Mits van der List, die alsnog de bal in de doelmond schiet. Ondanks de protesten is het een geldig doelpunt. En scheidsrechter Switzer keurt de goal goed. Sportlust gaat door. Martijn Jansen speelt de bal naar voren. Nick van Baren. Maar wederom terug naar Martijn Jansen. Martijn Jansen stormt op over het middenveld. Speelt de bal naar Mits van der List. Mits van der List alleen te keeper. Is niet zelfzuchtig. Speelt de bal breed. En daar is Martijn Jansen die de bal kan intikken. Een schitterend uitgespeelde aanval. Martijn Jansen. Mits van der List. En als eindstation wederom Martijn Jansen. Die de 0-3 in het lege doel schiet.
De buit is binnen, zou je zeggen. En dit mag Sporters niet meer uit handen geven. Valken probeert nog iets aan de nul, gehate nul te doen. Maar daar is wederom Van Jaarsveld die het gevaar. Een vrije trap in het doelmond. Jeroen Merk speelt de bal op Robin Deemeijer. Naar Jarek van Breukelen en Jarek van Breukelen naar Maarten Siermans. En Siermans, de Sier, mist deze bal. Een vrije trap van Mike Verharen. Wordt ten nauwnood uit de doelmond getikt door de keeper van Valken. Het zijn de laatste wapenfeiten. En Sporters zal deze wedstrijd met 0-3 gaan winnen. Nog een laatste hoekschop van Martijn Jansen. De switcher fluit voor het laatste eindsignaal. En Sporters boekt een goede overwinning met 0-3 bij Valken.